Decibel. Live Loud. We zijn er weer, de Live Loud podcast nummer 12 inmiddels. We hebben al wat fantastisch grote artiesten hier voorbij zien komen. En daar gaan we gewoon vandaag mee verder. En het is over 3 maanden al zover. Decibel Outdoor 2022. Ik kan echt niet wachten. Ik heb er echt zin in. Het is veel te lang geleden. 3 dagen hard gaan op 30 stages met meer dan 300 artiesten. Waarvan we er dus 2 hier hebben in de podcast. En mocht je nou nog geen ticket hebben en denken, ja, maar ik wil ook gewoon op het loudest city on earth zijn. Er zijn nog steeds tickets beschikbaar. Maar je moet er wel snel bij zijn. shop.b2s.nl. Oké, we gaan het hebben over de mensen die hier zijn. Want daar komen we voor. Daar hebben we zin in. Dies de Hurp. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Druk, maar lekker om weer druk te zijn na een 2 jaar vakantie. Ja, toch? Ja. Was het echt, je zegt 2 jaar vakantie, maar je hebt echt wel dingen gedaan, of niet? Ja, ik heb wel dingen gedaan, maar niet zo niet zoveel als normaal gesproken, nee. Nee, precies. Nee. Waar heb je allemaal mee bezig gehouden? In de pandemie? Ja, gewoon tijdens de pandemie. 2 jaar toen niemand elkaar tegen kon komen. Nou ja, natuurlijk muziek maken wel. Alleen ik had wel meer moeite met inspiratie naar boven halen. Ja, dat zeiden veel artiesten in die periode. En motivatie ook, want het was af en toe natuurlijk echt een uitzichtloos gedoe. En ja, het is toch wel lekker als je ergens naartoe kunt werken. Of voor kunt werken, zeg maar. Dat je een nieuwe track voor Decibel bijvoorbeeld af wil maken. Nou, dat heb je niet in de coronatijd gehad. Nee. Dus. Maar nu ga je weer lekker. Nu zit je weer volgeboekt en wereldwijd. Alle kanten op. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, lekker man. Hoe is dat nou? Want je hebt ook een paar tracks gemaakt waarschijnlijk die je nu pas voor het eerst weer voor het publiek speelt. Tijdens de pandemie bedoel je? Ja, klopt. Dat was wel lekker, of niet? Gewoon weer lekker knallen. Ja, kijk, het is natuurlijk in 2021 augustus en september, augustus is het ook weer even voor 3 maanden open geweest. En daar had ik wel meer dat ik erbij stil stond van nu kunnen we eindelijk weer. En eindelijk weer dat ik bepaalde tracks kan draaien, zeg maar, die ik heel lang niet heb kunnen draaien. En dat heb ik eigenlijk na de laatste lockdown, zeg maar, heb ik dat ook wel gehad, maar in mindere mate. Omdat het wat minder lange pauze tussen zat, zeg maar. Ja, hey, en daarvoor, zeker voor, en dat geldt voor een hoop van ons, daarvoor ging je super lekker. Je ging echt knijterhard die scene in. Als jij even zo kort snel door je carrière heen zou gaan, voor de mensen die niet weten wie Dies de Hurp is en wat je allemaal voor highlights hebt gepakt. Waar begon je en hoe is het vanaf daar gaan lopen? Poeh, vraag je me wat. Ik ben, heel slecht in samenvatten namelijk. Dus misschien moeten we de podcast met een uurtje verlengen. Helemaal prima. Nee, maar ik... Ik denk eigenlijk in 2015, toen ik bij End of Line en bij Most Wanted DJ Agency tekende, dat het vanaf toen wel echt is gaan lopen. Dat ik voor de eerste keer op een Masters of Hardcore Free Festival en zo stond, Dominator. En toen heb ik ook een remix gedaan voor Warface en Frequencers, Menace. En die is toen best wel groot opgepakt, zeg maar, door veel DJ's en ook bij het publiek. En dat voelde wel een beetje als een soort doorbreeknummer van mij. En ja, daarna heb ik gewoon echt per jaar, ik heb volgens mij in 2018 iets van 23 releases gehad. Ik heb echt gewoon vol gebeukt, zeg maar. En ik denk dat er ook wel bij heeft geholpen dat ik veel in de picture kwam of zo. Gewoon hoge kwaliteit, productie, gaan voor alles. Beetje Live Loud eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, lekker. Ja, dat is veel Live Loud, ja. Ja, mooi man. En je hebt ook al in 2019 op Decibel gestaan. Daar gaan we het straks wat verder over hebben. Ja. En je hebt de Anthem gemaakt voor de komende Decibel. Wat natuurlijk fantastisch is. Gaan we het ook nog over hebben. Met onze vriend aan de overkant. Daar wou ik net heen gaan. Ja, toch? Welkom man. Ja, dankjewel. Adelex. Yes, Adelex. Adelex. Yeah, you know there you go. Ja. Jij hebt de vocals gedaan van de Anthem. Ja, klopt. Wat is jouw connectie met de hardstyle scene? Ja, die is er eigenlijk, die is heel klein. Ik zou sowieso zeggen, E-Life is een belangrijk persoon geweest voor mij om door te groeien in deze genre, zeg maar, in dit genre. En Matthijs en Wietse, daar is het een beetje bij begonnen. Ik heb mijn eerste record ever met Wietse gedaan, van Psychopunks. En daarnaast het balletje een beetje gaan rollen, ben ik met E-Life, heb ik heel veel klusjes gedaan. Heeft hij mij bijvoorbeeld met Randy gekoppeld, met Koen gekoppeld. Dus heel veel deuren zijn geopend
En als we het zeggen koppelen, samenwerkingen, wat doe jij? Wat is jouw rol? Ja, in sommige gevallen schrijf ik ook de lyrics en verzorg ik de vocalen, gewoon neem ik die op en sturen we die op en dan maken zij daar gewoon een mooie plaat mee, zeg maar. Een banger mee maken. Ja, ja, het begint allemaal bij jou, hè? Ja, het begint, ja, niet altijd trouwens. Soms hebben ze gewoon al een hele plaat liggen en dan is het van, ja, oké, we zijn dit en dat van plan en dan ben ik, zeg maar, de final touch. Ja, toch? Ja, ja, maar het is altijd een mooie rol om te hebben. En hele goede stem. Mensen die deze podcast alleen luisteren, die gaan dat zeker meepakken. I appreciate it. Hey, deze podcast, daar gaan we natuurlijk hebben over het verhaal van Anthem, wat Decibel Outdoor betekent voor artiesten zoals jullie en wat het Live Loud gevoel nu is, hè, het maximaal uit het leven halen. Voordat we daar heen gaan, heb ik een paar stellingen voor jullie. Je mag alleen met ja en nee antwoorden. Dus dat is meteen al... Oké. Ja, want we willen altijd nuanceren, gaan we niet doen. Nee, maar gewoon vol gestrekt been erin. Ja, let's go. Hey, maar, pas mag wel? Ik begin makkelijk. Okay. Het Anthem draagt bij aan de totale beleving van Decibel Outdoor. Voor mij ja. Ja, denk ik ook. En op welke manier? Wat maakt een Anthem bijzonder? We gingen niet nuanceren. Oh nee, dat is waar. Ga ik het doen, hè? Nou, daar gaan we het straks over hebben. Hey, de kick is het belangrijkste element van een hardstyle track. Voor mij is dat een nee. Ik denk ook wel weet wat jij een heel belangrijk element vindt. Ja, ook niet in de vocals, maar goed. We gaan, Wat zegt de producent? Ik zeg pas, denk ik. Oeh. Ik wil hem later wel nuanceren als je wil. Ja, dat is een goeie. En dat is een mooie. Dan hebben we gelijk, want dit is ook een hot topic natuurlijk af en toe. Dan gaan we het even iets anders hebben over giraffes. De Beekse Bergen is een van de mooiste festivallocaties van Nederland. Een van de mooiste staat er in de zin. Ja, toch? Beetje die neushoorns laten stuiteren. Dat is echt geweldig. Ja, je hebt daar echt een eigen... Nou, het is de loudest city on earth. Hè. Wordt er echt een stad gebouwd. Mm-hmm. Waanzinnig. De bezoekers kunnen tijdens jouw set nieuwe tracks verwachten. Ja, volmondig. Nice. Volmondig, ja. En dit is gevaarlijk. Hè? Decibel Outdoor is altijd een hoogtepunt van mijn festivalzomer. Ja. Jij bent nog niet op Decibel geweest, hè? Nee, dat wordt sowieso een hoogtepunt dan. Ja, ik kijk er wel heel erg naar uit om erbij te zijn dit jaar. Ja, mooi. Ik maak altijd een speciale Decibel edit voor een van mijn tracks. Nee. Nee, want staan op zichzelf, zijn ze al gewoon rammers. Ja, nou ja, niet altijd. Want ik heb ook een keer in 2018 volgens mij op Decibel gedraaid zonder een edit. Dus Oké, ja, dat is waar. Mag niet liegen natuurlijk. Nee, dat is heel goed. Nee, we zijn hier allemaal eerlijk en open. Dit is een veilige Gaan we toch weer nuanceren. Wat is het voor stelling? Ja, we kunnen het niet laten, hè? Nee, ja, blijft al. Ik ben ook als bezoeker naar Decibel Outdoor geweest. Yep. Ja. Nice. Muzikaal idee begint voor mij vaak bij de vocals. Voor mij wel. Ja, voor mij wel. Ja. Maar ook niet altijd, hoor. Soms hoor je gewoon een gekke productie of zo. Dan denk je, oké. En dan beginnen die ideeën te vloeien, zeg maar. Dus dat kan natuurlijk ook. En dan gaat die grammen. En voor jou? Voor mij is het een nee. Heel goed. En we mogen niet nuanceren. Liever een outdoor festival dan een indoor event? Ja. In de zomer dan, hè? De stromende regen. Pas. Pas, oeh. Kunnen we in de toekomst nog meer collabs van jullie twee verwachten? Ja. Ja, sowieso. Ja, nice. Ja, ik heb al een stuk van de Anthem gehoord. Dat is een goede zaak. Ja, dat was ook echt een leuke samenwerking, man. Ja, stop. Ja, was heel leuk. Nou, van een leidakje. Maar ja, hoe zijn jullie met elkaar in contact gebracht? Ik denk dat Matthijs mijn manager dat een beetje samen heeft gesteld. En toen we eenmaal naast elkaar zaten, toen ik bij hem op bezoek was voor het Anthem... waren we een beetje aan het lullen. Ik zeg, ja, ik heb ooit ook een keer een Emporium Anthem gedaan. Ik zeg, Intense Voltage of zo. Of nee, Intense was het volgens mij, toch? Ja, Intense. Ja, dat was het. En ik zeg, hé, maar wacht eens even. Dus we zetten die plaat op zo. En viel toen het kwartje dat we eigenlijk al lang met elkaar hebben samengewerkt. Dat hij die productie ook gewoon heeft gemaakt. Nice. En dat is dus ook een klus die ik via Elvis heb gefixt. Dus ja. Ja. Hey, en hoe de samenwerking, je zei al, dat ging smooth as ice. Hoe kwam je op het idee voor het verhaal? En dan bedoel ik vooral qua verhaal qua tekst, want dat vertaal je later natuurlijk in muziek. Of was het juist andersom? Kwam eerst het idee voor muziekverhaal, muzikaal verhaal en daarna voor textueel? Ja, er was wel al van tevoren een concept, zeg maar. Ook vanuit B2S. En dat is eigenlijk gewoon uitgewerkt en daar is Riley mee aan de slag gegaan. Ja, precies. Nou. Want jij en het zal ongetwijfeld te maken hebben met Live Loud. Ja, ja, zoals ik zei, ik ben eigenlijk nog nooit bij Decibel geweest. Dus ik wist eigenlijk helemaal niks van Decibel. Nee.
Ik wist wel dat het een heel ziek festival was. Maar, ja, tuurlijk. Daar bleef het een beetje bij, zeg maar. Dus ik vond het persoonlijk wel heel fijn dat ze zelf natuurlijk ook gewoon een heel concept hadden uitgewikkeld. En heel duidelijk wisten wat ze wouden, welke kansen op wouden, wat voor keywords er bijvoorbeeld in zouden moeten zitten. Of wat het verhaal zou moeten zijn. En ik vind het persoonlijk dan ook gewoon heel fijn om met de producer zelf te gaan zitten en schrijven en gelijk op te nemen. Want dan ja, kan ik zelf een beetje peilen met of de lyrics een beetje de juiste kant op gaan. Ik ben eigenlijk gewoon een rapper by heart. Dus ik schrijf gewoon 16 bars en weet ik veel wat allemaal. Heel veel lyrics. En met dit genre is het dus eigenlijk een kunst om met meer, ja, met minder meer te doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus less is more, so to say. Ja, dus het specifiek te maken door het algemeen te houden. Ja, precies. Dus soms kan het voor mij juist een uitdaging zijn, hoor. Om lekker simpel te blijven en straight to the point. Dus ja, vanuit dat optiek vind ik persoonlijk, vond ik het heel tof dat ik gewoon met jullie samen heb gewerkt. Ja. Aan de tekst. Dus dankzij het concept en de keywords en whatever, denk ik dat het gewoon... Hoe zou jij het concept, het verhaal wat je verteld hebt, omschrijven? Ja, ik heb het gewoon zo dichtbij mogelijk bij het doel van Decibel proberen te houden. En wat ik daaruit heb begrepen is inderdaad van ja, we hebben de pandemic gehad en zo, zeg maar. En we zitten allemaal een beetje in een soort van sleur dat we niks kunnen. It's time to break free, weet je. We mogen eindelijk weer. Weet je, daar moeten we gewoon van genieten. En wat break dat free. Betreft. Ja gaan. Ja, gas erop en rammen. Ja, het is niet voor niks de loudest city on earth. Exactly. We mogen weer een beetje schreeuwen naar elkaar. Ja, dat is wel lekker. Is dat, hè? En hoe heb jij dat vervolgens vertaald in een muzikaal, zeg maar? Hoe heb je dat structuur gegeven? Ik had al een opzetje staan toen Riley naar mij kwam. En toen hebben we eigenlijk een beetje het arrangement neergezet, hè? Ja. En nou ja, toen ben ik gewoon lekker een beetje mijn dingetje gaan doen daarna. Gewoon kicks maken en melodie stond dus al, die had ik al gemaakt. En ja, daarna een beetje opgevuld met wat geluiden die... bijvoorbeeld het ademen in het begin, wat jullie allemaal morgen kunnen horen. Ja, mooi. Ja, dat staat een beetje symbool voor dat je dus opgesloten zit. Het ademen gaat ook steeds sneller. Claustrofobisch gevoel. Ja, de hartkloppingen, zeg maar, gaan steeds sneller. En dat soort elementen, zeg maar, om het concept wat te versterken. Ja. Ja, heel goed. En heb je dan heb je ook nog anthems van andere jaren, van andere edities geluisterd ter inspiratie? Of zeg je, nou, We hadden denk ik wel even van een andere editie, ik weet niet welke editie natuurlijk, maar van een editie erbij gepakt om te kijken hoe ze Decibel zeiden. Was het nou Decibel of Decibel? Dat was voor mij eventjes een raam. Ja, daar zijn we een beetje doorheen gegaan inderdaad. Ja. Ja. Maar en muzikaal? Of gewoon, je had iets liggen, ik bedoel, je bent heel bescheiden, hè? Want je zegt, ja, ik deed gewoon een beetje mijn dingetje, kikje, melodietje, bla bla. Maar daar zit natuurlijk wel, in dat creatieproces zit natuurlijk, daar zit de kunst. En want als ik een klein beetje mijn dingetje ga doen, dan komt er niet een knaller uit zoals de anthem dat jullie nu gemaakt hebben. Verschil moet er wezen, hè? Zeker weten, 100%. Ja, nee, maar het is niet de eerste keer dat ik een anthem maak, dus ik heb wel een beetje, Je weet welke elementen goed werken en een anthem moet altijd groots aanvoelen, vind ik. En het gevoel, dat had ik al wel een beetje of zo. Alleen ik heb inderdaad wel van de afgelopen, afgelopen 6 jaar of zo. Min dus de 2 jaar pandemie. Heb ik de anthems gewoon gecheckt inderdaad. Gewoon van, wat hebben ze qua arrangement en, En is het dan omdat je, kijk, dat kan twee, dat, dit is een vraag voor het creatieve gedeelte van jou. Is dat dan omdat je, ook Decibel is natuurlijk meerdere jaren, daar wordt ook een verhaal verteld over meerdere jaren. Door de belevenissen, door de anthems die gemaakt worden, door decor, door de hele vibe. Is dat dan omdat je dat verhaal verder wil vertellen? Of is het omdat je zegt, nou, ik wil echt met juist een breekpunt creëren? Hè? We hebben ook corona gehad. Voor allebei is natuurlijk wat te zeggen. Ja, meer het laatste, denk ik. Want zo voelt het ook meer. Als break een, free. Ja. Nee, maar ook dat het een soort nieuwe start is of zo. Het voelt weer alsof we voor het eerst naar Decibel gaan, zeg maar. Ja, ja.
Dus ja, meer het laatste dan het eerste. Ja, dat is letterlijk zo. Ja, maar dat is wel tof. Want dan heb jij die open mind nog als het gaat om de dingen. En je hoort die concepten en je knalt dat in je vocals. En jij weet gewoon muzikaal waar het staat en waar het heen moet. Je hebt daar die ervaring in. En jouw, ik doe even mijn dingetje, is gewoon... nee, maar dat is gewoon hogeschool muziek maken. Dus dat is vet. Hey, en dan komt morgen de videoclip online. Kun je daar nog iets over vertellen alvast? Wat kunnen we verwachten van de videoclip? Het wordt een speciale videoclip. Niet alleen partybeelden van Decibel. Het concept wordt denk ik versterkt door de video. Er zit een verhaal in de video. Ik heb begrepen dat er ook fans mee spelen. Klopt. Ja, die hebben we daarvoor uitgenodigd. En nou, hartstikke fijn dat ze konden komen. Zonder hun was het niet gelukt. Nee, nice. Ja, sowieso. We hebben elkaar nodig. We doen dit voor de mensen natuurlijk die kijken, luisteren en vooral komen naar maar deze. Ze hadden geen idee dat het voor het Anthem was at the time. Dus dat is nog leuker eigenlijk. Weet ze het nu wel inmiddels of nog steeds niet? Ja, nu wel. Nee, maar toen was het nog niet aangekondigd dat ik het Anthem deed. Of wij het Anthem deden. Dus dat is ook wel speciaal dan. Voor die mensen. Ik bedoel, als je fan bent van de scene, van jou. En, ja, ze waren ook logischerwijs heel benieuwd waar het dan wel niet voor was. Ja. Je kreeg meteen... We zijn er nog heel even geduld, maar het wordt snel bekendgemaakt. Ja, de conspiracy theories gaan hard hoor, gelijk. Zo werken die dingen. Ja, vet. Ik heb er heel veel zin in. En mocht je dit luisteren op het moment dat dit uitkomt, morgen... komt de videoclip online en komt ook het Anthem online. Luister je dit later, wat natuurlijk prima is, dan kun je gewoon gelijk nu al checken. Dat is helemaal prima. En we hebben straks wellicht een sneak peekie in een set. Want je gaat nog een mooi set. Wellicht. We beloven niks, hè? We beloven niks, maar wellicht. Nou, nu de Anthem wordt straks op Decibel gespeeld. Laten we het even over Decibel hebben. Wat is voor jou de mooiste herinnering die jij hebt aan Decibel als artiest? Ik denk dat er twee zijn. Eentje in 2018, volgens mij, stond ik met Warface op de Loudness Stage. Ja. En toen was het echt heerlijk weer die dag. En het was echt een hele vette set. Ik vind sowieso dat podium op het water, was dat toen nog? Oh ja. Nee, dat was niet de Loudness, want de Loudness is die tent, hè? Ja, maar die drijft toch? Was dan de Extra Loudness of zo. Loud XXL, ja. Zoiets. Mooi. Nee, dat was op zo'n dek inderdaad. Volgens mij op het water. Maar klinkt dat leuk. Was echt te gek. En in 2019 heb ik op de Mainstage voor het eerst gestaan. En dat is natuurlijk altijd speciaal als je voor het eerst op een zo'n groot evenement op de Mainstage staat. En wat doe jij om de optredens heen als artiest? Zit je ergens te chillen of ga je rondlopen? Wat is een beetje jouw plan van aanpak? Ik lig de hele dag op de bank. Nee, zo prima. Ik ben de laatste, als ik het even naar de laatste weken kijk, ben ik onwijs veel bezig in de studio. Heel veel projecten, waaronder dus het Decibel Anthem, waar ik veel aan heb gewerkt. Aantal collabs waar ik mee bezig ben. Solo's natuurlijk. En voor de rest, ja, een beetje sporten, een beetje gamen, chillen. Gewoon dingen doen. Hey, maar als je op Decibel bent en je hoeft daar, zeg maar, je komt aan op het festival, ik neem aan dat je niet meteen naar het podium rijdt, of wel? Ga je andere artiesten hangen? Ga je andere artiesten checken? Zeker. Dat vind ik altijd wel gezellig. Gewoon bij de... bij Decibel heb je natuurlijk altijd zo'n mooi artist village. Nice. Dat weet niet iedereen. Ja, jij zegt het. Jij bent artiest. Nee, om het luxe te bewoorden. Daar is het altijd wel gezellig. Want ik kan met heel veel artiesten heel goed vinden. Daarbij vind ik het ook altijd leuk om al helemaal als ik een weekend ga. Wat dit jaar het geval is. Om ook een beetje van hot naar her te gaan. Stages af te gaan. Bepaalde artiesten te checken. En heb je dan nog tips voor bezoekers? Als je zegt, nou, als jij naar Decibel gaat. Want je bent zelf ook bezoeker geweest. Dit moet je echt doen als je daar zo'n weekend bent. Ja, dat hangt een beetje af van welke artiest je vet vindt natuurlijk. Ja, dat is waar. Je gaat erheen om setjes te bekijken en los te gaan. Dus ja, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen natuurlijk. Ja. Nou, en lekker. You gotta check our show out. That's what you gotta do. Deze, dit jaar sowieso. Ja, toch? We gaan ook kijken bij jullie twee. Hey, en dan dat thema over waar Decibel om gaat is Live Loud. Gewoon losgaan, het maximale uit leven halen.
We hebben hier ook wel eens artiesten gehad die dan zeggen dat die dan uitkwamen van ja, maar dat betekent dus ook dat je goed voor jezelf moet zorgen. Want je kan alleen hard gaan als je goed je slaap pakt. Nou, tijdens een festival gaat dat niet lukken. Maar wat betekent Live Loud voor jou? Als jij zou het maximaal uit het leven halen, waar heb jij het dan over? Nou ja, ik ben wel iemand die aardig van dag tot dag leeft. Natuurlijk plan ik wel dingen, alleen zeg maar vooruit plannen. Mm-hmm. Maar ja, ik ben wel iemand die elke dag gewoon doet waar hij zin in heeft en waar ik me goed bij voel. Ja. Gewoon carpe diem. Ja, een beetje ja. Ja, mooi toch? En ja. Jij? Ja, daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Je kan beter spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan dan de dingen die je niet hebt gedaan, zeg ik altijd. Dus ja, doe gewoon lekker je ding inderdaad, weet je. Gewoon ja, ja zeggen tegen het leven. Ja, precies. Nou, dat is ook mooi. Hey, en, ja. En als je dat. Hoe krijg je nou dat gevoel? Echt gewoon, zeg maar, 120 op de linkerbaan. En het mag tegenwoordig gewoon weer. 180 op de linkerbaan gaan, maar dan qua leven. Hoe verwerk je dat in een track? Is daar dat je denkt, ik ga je nog net even. Wat is nou dat. Hè, dat je zei eerder in de podcast, zei je. Dan doe ik gewoon even mijn dingetje. Maar dat dingetje is wel wat zo'n track natuurlijk knijterhard laat gaan. Ja. Ja, kijk, ik. wat is je vraag precies? Ja, hoe je dat Live Loud gevoel nou in een track legt. Wat hè, dat maximale uit het leven halen. En. Als ik het in muziek moet verwoorden, om het even een beetje zweverig te vertellen. Graag. Kijk, ik probeer altijd in mijn tracks. Ik vind de melodie en de kick vind ik de belangrijkste aspecten. Daarom heb ik ook net pas gezegd. Je kon niet kiezen. Ja, inderdaad. Ja. En bij de melodie probeer ik altijd wel wat euforie naar binnen te schuiven. En met de kicks gewoon hard gaan. Ja. Ik vind dat contrast mooi, zeg maar. Dat je misschien verwacht dat het een beetje een softe track gaat worden of een softe drop. En dat het dan door de kicks, wat juist het belangrijkste element van een drop is. Niet per se van de track, maar van een drop. In hardstyle in ieder geval. Dat je daarmee het loud aspect, zeg maar, erin knalt. Ja. Nou, dat is wel mooi, dat contrast waar je het over. Volgens mij gaan wij als mens namelijk hartstikke lekker op contrasten. Ja, dat triggert altijd wel iets in ons. En dat zeker natuurlijk in muziek. Als je dat melodieuze hebt, wat gewoon goed in elkaar zit, mooi klinkt, neemt je mee. En dan in één keer knijterhard de beuk erin. Dat zijn wel het soort contrasten waar we altijd naar. Nou, ga maar kijken straks op Decibel als je er nog nooit geweest bent. Daar gaan mensen heel lekker op. En maar wat is het voor jou? Hoe doe je dat in vocals of in de manier waarop je stem gebruikt? Ja, als ik echt hard wil gaan op een plaat, dan moet sowieso die beat er sowieso naar zijn, zeg maar. Dat moet wel de juiste vibe gaan matchen, zeg maar. En voor mij, ja, ik moet gewoon een beetje in dat moment gaan zitten. Dus dan ga je in je hoofd zitten, ga je dingen inbeelden met van ja, hoe ziet hard gaan eruit voor jou, basically. Dan ga je gewoon imaginen. In je imagination probeer je een beetje op papier neer te zetten. En qua energy ga je dat gewoon matchen met de energy die de beat heeft, zeg maar. Ja, precies. En haal jij dan ook nog inspiratie uit andere muziekstijlen voor wat ze doen? Ja, zeker. Eigenlijk van heel veel verschillende. Ook hardstyle inmiddels haal ik ook vrij veel inspiratie uit. Dus het kan van alles zijn waar ik inspiratie uit haal. Ja. Nee, maar ik vind het wel knap hoor. Als je in staat bent om, weet je wel, mensen willen gewoon, als ze hebben het over Live Loud. Als je dat op een of andere manier weet te verwerken in of je vocals of het verhaal wat je vertelt, maar ook in muziek, in de manier waarop je muziek opbouwt en met contrasten werkt en jij met de juiste woordkeuze en de juiste timing en de juiste intonatie. Ja, dat is een waanzinnig talent. Dat is echt niet voor iedereen weggelegd. En daarom staan jullie ook hier. Ja, dat is een mooie combinatie ook, toch? Dus vult elkaar mooi aan. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook daarom dat het zo'n knijterharde anthem is geworden ook. Die, daar gaan mensen echt van genieten. Nou, je hebt het al een klein beetje wat over gehad, maar wat kunnen we van je sets verwachten deze zomer? Ja, zoals altijd gewoon nieuwe muziek, edits, nieuwe collabs, solo tracks. Op zondag ga jij de Battleground doen. Deze Decibel, dat is natuurlijk ook vet. Doe je een versus met Fertile? Wat kunnen we daarvan verwachten? Een setje met tracks van hem en van mij. En misschien, nee, komt ook een collab aan. Echt? Ja. Oeh. En die gaan we dan voor het eerst horen? Of,
Moeten we daarop wachten? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, nice man. En sowieso natuurlijk op zondag altijd is het al een bepaald publiek, bepaalde sfeer op zondag. Als je het hebt over Live Loud, nou die lui die gaan echt door een muur. Dus, en er zijn nog kaarten voor de zondag, heb ik begrepen. Dus dan kun je deze zeker checken. Zijn er nog andere artiesten waarvan je zegt, nou als ik daar nog eens wat mee zou kunnen, hier kun je hem droppen, hè? Ze luisteren allemaal. even denken hoor. Ja, ik heb met best wel veel artiesten al samengewerkt. En ik zou heel graag nog een keer een track willen maken met D-Block en Estefan. Daar hebben we het ook al over gehad. Want we hebben één track gemaakt en dat is een aardig succes geworden. En dat ging ook echt super chill in de studio. En we vinden elkaars muziek vet. Dus dat, die staan wel weer bovenaan mijn lijstje, zeg maar. Misschien qua hardcore met Anger Fist. Oh ja, zo. Ja, dan noem je er een. Nice. Ja, dat is wel mooi. Ik vind het ook mooi dat Live Loud, het maximaal het leven halen. Dat zou ook heel egoïstisch uitgelegd kunnen worden. Maar ik merk gewoon in de scene, en ook zoals jij het nu vertelt, van ja, dat vind ik toffe muziek. En dat is leuk. Die lui zijn relaxed om mee samen te werken. Dat kun je ook gewoon met elkaar doen. Hè? Het blijft ook gewoon een community dingetje. En dat Zeker. Is decibel 100%. Gewoon met elkaar genieten van de muziek. En hopelijk van het lekkere weer. Van de gezelligheid en van de rammers die gedraaid worden. En jij, zijn er voor jou nog dat je denkt, nou, als ik dat nog een keer voor elkaar kan krijgen in de muziekwereld, mensen ermee samenwerken, podia. Ja, het is wel grappig, want ik ben nu gewoon als Erlex ben ik hier. Ja. Ik ben eigenlijk ook rapper als Mongoose. Ja. Twee aliasen. En als rapper zijn heb ik zeker wel wat mensen op mijn lijstje. Maar het grappige is eigenlijk als Erlex en me being a hardstyle artist, ken ik eigenlijk bijna alleen maar de artiesten waar ik mee heb samengewerkt of de platen waar ik aan heb bijgedragen. En de rest eigenlijk niet echt. Nee. Maar als ik het toch een beetje in dit genre moet houden, zou het niet een producer zijn, maar ik vind MC Villain wel heel dope. En, Ja, natuurlijk, weet je. Ik bedoel, daar kijk ik in die zin wel naar op in dit genre. Ik bedoel, hij is wel gewoon een living legend, heb ik meegekregen. Ik moest natuurlijk wel een beetje mijn huiswerk doen. Maar allemaal. Ja, maar om te zien hoe hij gewoon met zijn audience interact en alles. En hoe hij die stages rockt en zo, dat vind ik wel heel inspirational. En dat is ook iets waar ik graag naartoe zou willen werken als RLX. Ja, precies. Ja, en daar zit natuurlijk ook weer een verschil tussen wat doe je in de studio en wat doe je als performer. En dat zijn twee verschillende kunstvormen bijna. Ja, en ik heb als RLX heb ik nog nooit live iets geperformed. Ik heb alleen maar vocalen aangeleverd. En dan zie ik dat Randy helemaal losgaat op Mysteryland bijvoorbeeld. Fireworks en all that, maar ik ben er zelf nooit bij geweest. En ook Hardbase ben ik een keertje geweest, maar heb ik niet het podium gedeeld met Koen of zo. Dus daarom is het extra bijzonder voor mij dat ik dat met Decibel dit jaar wel ga doen. Ook om te kijken hoe het is. En hopelijk dat we daar gewoon in door kunnen groeien, zeg maar. Ja. Ja, mooi man. Ja, toch? Ja, ik vind het heel vet. Ik vind dat jullie twee toffe verhalen hebben. En dat ook nog eens samen in een nummer weten te verwerken. Oké, nou, super tof. En ik denk dat de mensen die dit op maandag luisteren ook niet kunnen wachten om die anthem te horen. Maar dan zul je toch echt tot morgen moeten wachten. Luister je dit later, dan ga dat checken. En sowieso, kom naar Decibel. Want volgens mij is er geen mooiere plek op aarde om hard te gaan, om to live loud, dan op Decibel Outdoor. We eindigen even met een quiz. Dus hier kun je ook nog even compleet nat gaan. Dat is altijd wel lekker, hè? Kun je aan het einde nog even nat gaan. Maar en als we dat gehad hebben, dan gaan we even naar jou luisteren. Behalve als ik nat ga. Behalve als je nat gaat. Ja, dan ga je weg. Ja, dan krijgen we geen set. Nou ja, vooruit. Oké. De eerste vraag is voor jou. Waar werd Decibel Outdoor georganiseerd voordat het bij de Beekse Bergen was? Is dat A, de Binnenmaas? B, E3 Strand? Aquabest of de Maasvlakte? Aquabest? Het is hier groen gemaakt, het is Binnenmaas. Dus ik denk nee. Het is 0-0 nog. Oh, it's a versus. Ja. Ja, die gooi ik er nu gewoon in. Wanneer vond de eerste editie van Decibel Outdoor plaats? 2001, 2, 3 of 4? Ja. Hoe oud wanneer ben je geboren? 93. Oké, ja, toen was je 12. Nou, dat gaat vast wel lukken. So you already said it. Nee. Want dat is 2005, die stond er niet tussen. Oh ja, huh? You fooled me right now, huh? Oké, nog steeds 0-0 dan, laten we zeggen. En ik heb geen flauw idee namelijk. 2002. Oh, deze weet je misschien wel, want je hebt een huiswerk gedaan. Wie heeft de meeste Decibel Outdoor anthems gemaakt? Zijn de Noise Controllers, de Beholder, Ballistic of Zani? Zani. De Beholder? Ja, zo. Nou, dat wist je gewoon. Ik hoorde de zekerheid en de overtuiging in je stem. Zonder twijfel.
En hoe vaak denk jij dat Disturb op Decibel heeft gedraaid? 2 keer, 3 keer, 4 keer of 5 keer? ja, je mag 3 wel. Keer. Nee, 4 keer, want hij heeft in 2017 2 keer gestaan. Wat dacht je? Dacht je zelf ook 3 keer? Ja, dacht ik wel. Ja. Oh, ze tellen, ja, kijk, ik ben niet de quiz, ik ben de quizmaster, maar niet de schrijver. En hier staat dat je 2 keer... Maar dus dit gaat de 5e keer worden dan, of... Ja, maar dan wel in 3 edities. 4 edities. Okay. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En van welke track... Ja, van welke, die is voor jou. Van welke track heeft Adelax niet de vocals gedaan? Is dat Spaceship van Psychopunks? Psychopunks. Face of a Champion van Koen? En Sub-Zero Project, Hurricane van Randy of Here I Am van Hard Driver? Die laatste. Ja. Hij staat wel 2-0. That shit was way too easy, man. Maar dan krijg jij... Ik weet niet. Ze hebben wel lekkere vragen verzonnen voor Adelax. Wat voor vragen moet je stellen aan iemand die niks weet van de hardstelling? Deze is voor... we kunnen het ook over Kendrick Lamar hebben. Maar we hebben de laatste is voor 5 punten. Dus je kan gewoon winnen. Alright. Hoeveel speciale closing sessions zijn er? Verdeeld over het hele Decibel weekend. Zijn dat er 2, 4, 5 of 6? 6. Oh, 5. Ah, mag ik jou feliciteren met deze ongenadig harde overwinning? My guy. Ja, ik moet zeggen dat jullie het maximale uit die quiz hebben gehaald. Ik heb mijn best gedaan. Nou, daar lag het zeker niet aan. Hey, ik wil jullie van harte bedanken voor jullie tijd. Is er nog iets wat je, als je zegt, hey, we spreken dit publiek misschien pas weer op Decibel. Is er nog iets wat je kwijt wil aan de mensen die luisteren en die zeggen, oh, ik heb echt zin in Decibel, man. Ik wil deze gasten checken daar zo. Just enjoy the video, man. And hope to see you there. Nee, toch? En blijf nog even hangen, want... Heel goed, ja. Want wie weet, er komt een setje aan. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd en jullie kennis, ervaring. Ja, voor de antwoorden dan wat minder, maar... ik heb wel gelachen. Geen probleem. Ja, was gezellig. Was gezellig, inderdaad. Gezellig. Doe nog even een shout-out naar de hond. Ja, shout-out to my baby boy Chief. You know who he is. Bijna Woef. Ja, toch. Heerlijk. Oké, we gaan lekker rammen met Disturb. Okay. We zien jullie de volgende keer weer. Yes. Let the games begin.
sustaining. Unlock the rack, damn jam, cut your back. Recess is over, I want my spot back. Game's spot back, game's 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 spot back. We'll be right back.
so clean, they couldn't wait to just pass me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent it back to a boyfriend with my handprint on her ass shoe. Yeah.